Roosendaal was gisteren niet uitgelopen voor de nieuwe trainer. Slechts één supporter was aanwezig bij de training. Ik wist dat je vandaag zou komen, maar... U bent wel de enige, hè? Ja, ja, dat is waar. Het is niet druk. Het zal geen topper zijn. Dan moet het bij RBC zijn. RBC wilde eigenlijk helemaal geen nieuwe coach halen. Het elftal wordt momenteel naar tevredenheid getraind door Erik Hellemons en Peter van Vossen. Maar het duo heeft niet de vrijste papieren en dat moet van de KNVB. Toch is Fouad Chapa geen stroomman. Er is duidelijk afspraak gemaakt met de mensen, dus met de club, met Peter en Erik. Dat ik de lijnen zal uitzetten vanaf maandag. En ik ben de trainer en zij zijn de assistenten. Dus u bent de baas? Dat zal zo zijn, ja. Fouad Chapa is wel een tussenpaus. Aan het einde van het seizoen wordt hij opgevolgd door Van Vossen en Hellemons. Tegen die tijd hebben ze wel het diploma coach betaald voetbal. Ja, we hebben een afspraak gemaakt voor de rest van het seizoen. RBC-directeur Jeffrey Kooistra paste deze constructie al eerder toe dit seizoen met de Hongaar Sandor Popovic. Maar die liep na een week boos weg, omdat hij het gevoel had dat hij werd misbruikt vanwege zijn trainersdiploma. Is hij ook een soort marionet? Nee, je moet het woord marionet niet met clown verwisselen. En ik vind, als jij zegt van je komt hier zomaar even en je moet luisteren, dan ben je bijna een clown. En ik vind dat is nergens, maar ook in het geval van Popovic, nooit ter sprake te komen. We hebben er hele duidelijke afspraken over gemaakt. En die zijn van wat ons betreft ook allemaal nagekomen. Hij is dus gewoon de baas hier de komende 8 maanden? Over het elftal, ja.